Ik ben echt mega gek op goed eten en daarom ga ik voor sterrenvoer op bezoek bij restaurants met een Michelinster of een Bib Gourmand. En we beginnen vandaag in Zeeland, bij restaurant De Kromme Watergang met 2 Michelinsterren. Michelin is natuurlijk een bandenfabrikant, dus dan denk je, wat heeft dat te maken met restaurants? Nou, het idee van het hele Michelinster is dus of het de reis er naartoe waard is. Dus ik heb de reis van Amsterdam naar Zeeland gemaakt vanmiddag. Maar omdat ik vanavond niet alleen ga eten, maar ook lekker wat wijntjes ga drinken, blijft deze vanavond staan en slaap ik hier in Breskens met heel mooi uitzicht over zee. Nou, ik ben er klaar voor. Ik ga straks genieten van een 25 gangen diner. Ik ben benieuwd of dat jurkje daarna nog past. Want de heren Drik zijn in de keuken natuurlijk. Ga ik morgen nog even terug naar de zaak om met ze na te praten en ze stevig aan het aan te voelen. Ik zit hier in de whiskybar van De Kromme Watergang, waar ik vannacht met Edwin ben geëindigd. Om 3:15 was het, geloof ik. Ja, dat is inderdaad laat, ja. Echt super zacht, echt mega lekker gegeten. 25 gangen. En toen hebben we nog even gezellig hier nagekletst. Want Edwin, deze zaak bestaat dit jaar 25 jaar. Je kookt inmiddels 2 Michelinsterren alweer, 8 jaar geloof ik. Ja, jaar of 8. Ja, en je eerste ster heb je 13 jaar geleden gekregen. Ja, 2005. Oké, okay. Chef van het jaar geworden, volgens mij was je sommelier ook de beste sommelier. Ja, beste sommelier, ja. Holy shit. Ja, leuk toch? Ja, mega leuk. Nou kijk, daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom dat het restaurant vol zit en dat we plezier hebben. Maar het zijn wel allemaal mooi meegenomen aan die prijsjes toch? Ja, dat is te gek. En na 25 jaar nog steeds plezier? Ja, goed. Ja. We hebben een mooi team met allemaal jonge mensen en we hebben ons eigen wereldje gecreëerd hier. Ja. We hebben hier de zee hier vlakbij en we hebben de tuin hier en de voordeur. Ik kan me heel veel van die gerechtjes natuurlijk nog, ik zeg maar heel veel bijgebleven. 25, dat is een soort reis langs al die jaren. Ja. Maar er was eentje was extra bijzonder, die rookwortel. Het geheim van de chef, wil je het een beetje kaart schrijven? Kan je het me laten zien? Ik kan je straks naar jouw kant. Nice. Maar ik ga niet het recipe vertellen. Oh shit, dat vind jij jammer. Nou, dat lukt me toch niet zo lekker. Ja. Maar leuk. Ja. Laten we even gaan kijken. Ja, is goed. We zijn inmiddels verhuisd in de keuken. Wat ik al heel erg leuk vind, want ik kom natuurlijk niet elke dag in de keuken van de sterrenzaak. En hier liggen de rookwortels. Ja, ze komen net uit de oven. Dus, ja. Dus ze worden gedroogd in de oven. Hè. Dus, en eigenlijk, wat je dan eigenlijk doet, is een soort van confijten. Dus, het is een soort confijte wortel. Ze zijn een beetje alsof het vocht er maar eruit is. Ja, dat is helemaal zacht geworden. En als je ervan proeft, dan zijn ze helemaal. Ja, het is een heel intense wortelsmaak. Dus heel. Dus eigenlijk. Echt heel anders dan gewoon wortel. Ja, er zijn eigenlijk een wortel. Je moet je voorstellen, je hebt een wortel. En die krimpt eigenlijk voor de helft in. Mm. En dan wordt die veel geconcentreerd. Ja, geconcentreerd. Ja. Super lekker. Ja, maar Tom, is nog niet klaar. Want... Nee, is niet klaar. Want Tom is nu aan het bakken. Tom is de kippenkontje aan het bakken. Dus kijk, zijn handen in een pannetje met een beetje gember erbij en lekker tijm erin en een beetje uitjes erin. Heerlijk. Nou, een kippenkont is eigenlijk het lekkerste van de kip. Nee, want het zit vol met vet. En ja. dat kun je heel krokant bakken. Dus kijk, we bakken nog heel krokant. Kip heb gewoon dikke rijden. Ja, het is ook wel grappig, hè? Want de mensen kijken op de menukaart. En dan zie je kippenkont. Kippenkont. Ja. Ja. Wel, leuk ding. Ik vond het wel leuk. Ja, en dan die wortel, die wortel is volledig plantaardig. Nee, dus maar het ziet er gewoon uit als een... Wacht, ik weet niet of ik het... Oh, kijk, hoor. Kijk, het lijkt net dat er een soort van worst in de pan ligt. Dus dat hele rookworst, dat komt wel over. Dus we hebben al zijn tuin, al zijn groenten. Ja. Nou, dan ga je een eindje verder, kom je aan de zee. Dan hebben we zeewier, hebben alle schelpjes, hebben alles van de Noordzee. Die mooie Noordzee. Kreeft. Ja, die kreeften. Ja. En die combineren we dan met inkorante delen, dus kippenkonten, varkensstaarten, varkenspoten, koeiennekken en dat soort dingen allemaal. Ja. Weet je wel? En daar maken we een combinatie mee en dan, dat doen we altijd weer op smaak brengen dan met hele wereldwijde kruiden, specerijen. Ah. Dus rode pepers, van die chutneys, sambal, ja. Maar ook gedroogde pepers, weet je, dat soort dingen. Dus we brengen spices van over heel de wereld in dat kleine stukje Zeeland. Dus je producten van hier met smaken van over de hele wereld eigenlijk. Ja. Wat tof! Ja, goed. Wijntje? Ja, lekker. Waarom niet? Hoe laat is het? Oh, 12 uur mag prima. Ja, dat mag het wel, hè. Okay. Kunst aan de muur of kunst op je huid? Op mijn huid. Cool. Want ja. Dit zit... Ja, tattoos, ja. Overal. En die Tom is ook heel vet. Die heeft een poon. Ja, een poon. Een poon. Ja. Echt fantastisch. En het is misschien het verhaal hierachter wel leuk. Jullie hebben een huis op Ibiza. En de tattoo artist kwam volgens mij. Ja, die nam zijn koffer mee. Speciaal. Die nam zijn koffer. Ja, hij komt altijd bij ons thuis. Dus ja. Dat is een goede vriend van mij.
En ooit een van de sterkste mensen van Nederland geweest. Echt zo van. En een beer. Ja, en dan neemt hij gewoon zijn koffertje mee. En dan komt hij bij ons thuis steken met de barbecue aan. Dan zit hij op het bakje te tatoeëren. Super. Ja. En dan deed hij op een pizza dus ook. Ja. Had hij zijn koffer mee. Ik zei, wat heb jij nou bij, joh? Hij zei, ga je al tatoeëren? Hè? En dan zit hij gewoon op het terras. Ja. En dan gaat hij gewoon het gemakje de dingen erop zetten. Echt gek. Ja. Wat ik ook nog wel leuk vind, aangezien alles, echt alles is zo lokaal, kan je me wat laten zien straks hier in de buurt waar een van je producten vandaan komt? Ja, tuurlijk. Ik heb de tuin voor de deur. Straks even de tuin kijken. Op mijn naald hakken. Ik heb een paar laden. Ja? Ja. Oké. Okay. Welkom bij een nieuwe aflevering van Boer Zoek Vrouw. Hier, Boer Edwin. Vertel eens wat over je land. Ja. Nou, dit is mijn land. Dat is geen boer, maar... Dit is mijn land. En op mijn land hebben we 300 verschillende soorten bloemetjes, kruiden, groentes, fruit. En ik geloof dat je in de kast nu ook wel groenten en zo hebt liggen. In de kast liggen. Hebben we een klein beetje groene rindjes staan. Dus kunnen we even kijken of niet? Ja, gaan we plukken. Op mijn laars. Aloe vera, als iemand zich verbrandt. Oh. Want dat shell dat erin zit, ja, is heel goed. Dat is super goed. Nou, dan hebben we postelijn. Dit zijn jonge koolplantjes. Ja. Kijk, dit is sla. Zo lekker. Kijk hoe mooi het eruit ziet. Groeien. Super lekker. De sla. Oh, niet normaal. Heerlijk. En er zit geen nap. Dan weet je gewoon in de slaat supermarkt met hem. Hè? Maar dat is hartstikke slap vergeleken met dit, die slaat supermarkt. Ja. Echt heel lekker. Het heeft gewoon een bite. Dus eigenlijk... Wat heeft het eigenlijk veel smaak voor het sla? Ja. Dus eigenlijk heb je hier al alle groene dingetjes die we in de keuken gebruiken. Alle verse groene... Ja. Is dat echt mega cool. Ja. Heel leuk om te zien. Maar dit is deze kant, die noemen de aardappels en de uien en grove bulk. Volle grond noem je dat toch? Ja. Uit de volle grond. Oh, ja. Ja, alles komt uit de volle grond sowieso. Maar hier noemen we aardappels, uien, wortelen. Je hebt ook een dorpje hier, één straat verderop, dat heet nummer 1. Moet je komen lachen. Ja, ik denk dat heel veel mensen daar, dat het wel opvalt. Daar kunnen we wel even naartoe gaan. Want heb je daar wat leuks? Daar liggen wilde mossels. Daar liggen de wortels? Wilde mosselen. Oh! Ja. Dus dat is wel leuk, toch niet? Ja. Zullen we even kijken naar? Ja. Slijkplaat. 25 man woont hier. Ja, iets. Wij dachten, we gaan even een paar mosselen rapen. Maar het water is te hoog. Dat kunnen we vergeten vandaag. Dat kunnen we vergeten. Nee, maar die liggen normaal hier. Ja. Hier heb je een soort ingam. En er ligt heel veel van mijn stenen. En tussen die stenen liggen al die mosselen. Ja. Maar we kunnen er niet op. Het is hoog water. Helaas. Nou, wij gaan hier even wachten tot het water gezakt is. Aan de andere kant is het wel heel leuk. Want dit is wel typisch Zeeland, hè? Het is echt heel Zeeland. Het Zeeuws windje erbij. Toch? Ja, ik vind het wel echt heel tof om te zien. Ja, echt heel leuk. We zijn aan het eind van de eerste aflevering van Sterrenvoer. Ik vond het echt te gek. Ik wil jullie heel erg bedanken dat we jullie mochten komen en zo lekker mochten eten. Ik denk dat het me nog heel lang bij blijft. Hoop het wel. En die rookwortel gaan we heel vaak terugzien. Maar die komen nog wel... Ja, die gaan we nog wel tegenkomen, hè? Ja. Hou me in de gaten, de rookwortel. Super lekker. Ik ben natuurlijk ook benieuwd of jullie het ook een leuke video vonden. Ik hoop van wel. Laat het ook weten. Abonneer op het kanaal, want dan ga je ook de rest van de video's zien binnenkort. En dan ga ik gedag zeggen. Naar jou. Heel veel bedankt. Leuk dat je was. Ja, hartstikke bedankt. En een goede reis, hoor. Dat komt helemaal goed. Dat is nog een eentje rijden. En aan jullie. Doei. Doei.